ik vanmiddag ga ik zo'n bouwbeeldje laten maken bij Barry Print. Om 1 uur, dus dan gaat mijn moeder met me mee. Dus die haal ik straks op en dan gaan we daarheen. Verder staat er vandaag niet echt wat op de planning. Vannacht is Marieke. Zeggen is, vannacht is Marieke bevallen, gisteren is Saskia bevallen. Wat vervelend. Esjemene was, hè, mijn collega, die is natuurlijk al 2 weken terug bevallen, of bijna 3 weken terug. Dus dat betekent dat ik de laatste ben. Ja, dat zou ik sowieso zijn, of Esjemene. Maar die was natuurlijk veel te vroeg. Nou ben ik nog de enige zwangere. Dus het wordt een druk weekend met kraamvisites, verjaardagen. Ik kijk er nu al wel een beetje tegenop. Maar ja, het is niet anders. Ik heb het idee dat die beest nog wat rammelt. Misschien moet ik dat nog even anders zetten. Maar goed, daar kijk ik nog wel even naar. Want de auto stond. Ik ben een beetje aan de late kant. 3 minuutjes. Oh, lekker plukje. Ik ga even lunchen. Ik heb Griekse yoghurt met volkoren cornflakes en rood fruit. En dan ga ik zo onderweg naar mijn moeder. Een lelijk krulletje daar. Nou ja, is niet anders. Het sneeuwt en het blijft liggen en het sneeuwt nog steeds, dus ik ben benieuwd hoe het er morgen vroeg uitziet. Ik ben dus alweer een tijdje thuis bij Bellyprint geweest en het is nu 8 tot 9 weken wachten totdat het beeldje binnenkomt, dus dan is de kleine er. Als het goed is al. Even kijken. Ja, 35 weken. Ja, als het goed is, is de kleine er dan. Dus het lijkt me dan wel heel bijzonder. Want ik denk dat je heel snel vergeet hoe je zwangere lichaam eruit zag. Dus het lijkt me wel heel bijzonder dat je dan dat beeldje binnenkrijgt en denkt. Oh ja, zo zag het eruit. Dus het was een bijzondere ervaring. En ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Ik ga nu nog even lekker wat kijken. Game of Thrones was ik aan het kijken. En dan ga ik lekker op tijd naar bed. Want ik heb vannacht nog geen 5 uur geslapen. Echt heel slecht geslapen. Komt omdat ik sowieso eerst niet in slaap kwam. Want ik moest de hele tijd plassen. Toen vaak wakker, weer plassen. Toen werd ik wakker om 4:15. En toen had ik een berichtje van Marieke. Of ik wakker was. Nou, toen dacht ik, er is wat aan de hand. Want ik wist dat ze ze ingeleid werd. Of was. Nou, je snapt wat ik bedoel. Dus ik dacht, er is wat. Maar toen kreeg ik geen reactie. Toen heb ik haar vriend geappt. Of haar man. Reageerde eerst ook niet. En precies toen ik wou gaan slapen, toen werd ik gebeld. Dus dat was om 4:15, een half uur later. En toen kon ik daarna niet meer in slaap komen. Dus toen heb ik uiteindelijk nog heel eventjes geslapen. En toen ging Jace wekker alweer. Dus op tijd naar bed. Morgen ga ik een buikschildering laten maken. Dat heb ik voor kerst gekregen van Jace moeder. Dus dan gaan we samen naar Zwolle. En dan heb ik zo ongeveer op alle manieren, bijna alle manieren, dat je je kan laten vastleggen in de zwangerschap, heb ik me vast laten leggen.
Namelijk buikschildering, buikbeeldje, fotoshoot. Ja, ik heb alleen geen gipsbuik gemaakt. Maar dat zijn volgens mij wel een beetje alle dingen. Dus dat ga ik morgen doen. En morgenavond heb ik verjaardag. Ik ben trouwens onderweg naar Jay's moeder. Want die pik ik even op. En dan rijden we samen naar Zwolle voor die buikschildering. Harley weet al helemaal wat we gaan doen. Want normaal gaat hij natuurlijk in principe 4 of 5 dagen naar Jay's moeder. Als ik aan het werk ben. Maar daar is hij de hele week nog niet geweest. Dus die is helemaal enthousiast. Hij kijkt helemaal niet om naar die auto's. Natuurlijk straks als er wat in zit, dan zal het wel anders zijn. En dan ga ik hem denk ik ook hiervoor op de voorstoel doen in plaats van achterin. Dat vind ik toch niet zo'n fijn idee, want je hebt er gewoon geen invloed op. Maar hij kijkt er nu helemaal niet naar om. Hij zit gewoon hier bij het raam. Ja, ik denk dat je het niet ziet. Hij zit bij... Al die drempels hier. Ik hou hem wel even vast. Maar hij zit dus daar bij het raam. En hij kijkt niet eens naar de autostoel. Dus. We moeten even kijken met welke auto we gaan. Anders moet ik nog even tanken. En dan op naar Zwolle. Ik voelde me vanochtend weer mega beroerd. Inmiddels wel wat beter. Verloskundige gebeld. Omdat ik toch dat sterretje zie. Zat me niet helemaal lekker. Maar ze zegt ja. Rustig aan doen, op je linkerzij gaan liggen en eventueel iets zouts. Omdat mijn bloeddruk wel de hele tijd gewoon goed is. Maar even in de gaten houden. Dus dat doen we dan maar. Meer kan ik ook niet doen. Maar inmiddels voel ik me wel wat beter. Dan mag je lekker spannen je broek een beetje laten zakken. Doe dat gewoon maar onder je BH. Ja. Weet je, want ik hoop dat je het koud gaat krijgen. Hier. Het is een goede vriendin van mij vroeger. Tenminste op school, je moeder. Babykamer allemaal klaar? Ja. Ja, netjes. Dus dat mag gewoon komen nou. Ja, alles. Zo. Maar die elefant is nog wel in beeld. Die is er nog. Als je er wat raars aan ziet, moet je zeggen, hè? Nee, ik denk dat het goed is. Ja, dat mag boven, maar twee zien meer als één. Kijk maar. Die legging zakt ook af. Ja. Vet is. Lachen is ook dan. Oh ja. Dit is weer jammer. Ik wou een pakketje ophalen bij zo'n buurtpunt. Maar die normaal is hij op maandag tot en met vrijdag van 4 tot 9 geopend. Maar hij is nu dicht vandaag. Nou ja, er staat afwezig, maar er hangt een heel groot spandoek. Dat zie iemand 60 geworden is. En er hangen ook vlaggetjes dat iemand 60 geworden is. Dus ik weet niet of ze echt afwezig zijn. Nou ja, dan moet ik dat maandag maar ophalen. Het is zo'n spoelfles. Die ik had besteld. Dus die wil ik eigenlijk in de vluchtkoffer. Maar ja, dat kan maandag ook nog wel. Dus nu snel naar huis. Want eigenlijk zijn we al bijna thuis. En wat een weer, jongens. Niet normaal. Ik zie er ook niet uit nu, maar... Kijk dan. Wat een sneeuw. Gadver.
Ik ben even helemaal geïrriteerd. Ik had ook 2 pakketjes van DHL. Had ik aangegeven dat ze het achter het huis neer mochten leggen onder het afdakje. Want het is natuurlijk vies weer. Doen ze het gewoon niet. Hebben ze het bij de buren geleverd. Is niet heel erg. Maar nou heb ik die man weer lastig gevallen met mijn pakketjes. En ik had net nog wat in mijn handen. Nu ben ik het weer kwijt. Dan heb ik dat al gelaten. Oh, hier. Ik heb dat cadeautasje van Baby Park opgehaald. Aangezien we daar toch langs reden. Dus ik zal even laten zien wat erin zit. Zo. Er zit in. Nou, misschien moet ik eerst het tasje. Tasje. Wel schattig. Klein tasje. Een bipsbeen. Een setje van Naïef. Dus best leuk. €50 babykamerkorting. Cadeaubon. Nou ja, alleen geldig op meubels vanaf €750. We hebben al een kamer, dus dat is niet zo boeiend. Een speendoekje. Ook leuk. Een super zacht spuugdoekje. Is misschien is vast na het wassen anders. Qua zachtheid. En een rompertje in maat 62. In een schattig kleurtje. Dus dat is leuk. Dus die heb ik ook even opgehaald. En die 2 pakketjes zal ik zo... boven even laten zien. Het is natuurlijk super koud hier, gadver. Maar ik heb een pakketje van H&M. Open hier. Ja, waarom gaat dat dan nooit soepel over die lijn? Goed. Van de H&M met 2... voedingshemdjes. Die moet ik eigenlijk even passen. Maar ja, ik heb nu die... Oh, daar heb ik nog niet laten zien. Het resultaat. Kijk. Als het goed is, heeft Indy tussendoor wat filmpjes gemaakt. Want die is mee geweest in plaats van Hanneke. Maar ja, nu een hemdje passen is dus even niet zo handig. En een groot zwart t-shirt. Die kan ik sowieso wel even passen. Ik dacht, dat is handig om mee te nemen naar het ziekenhuis. Oh, het is zo koud. Gadver. Maar ja, goed. Even passen. Maar ik heb hem... Hij was oversized. En ik heb hem nog wat groter gedaan. Maar ik hoop dat hij dan lang genoeg is. Oh, dat is fijn, want hij valt. Ja, ik zal even de camera draaien. Hij valt over mijn... ja, hij is nog wel een klein beetje kort trouwens. Maar het is dan niet dat ik helemaal in mijn blote reet loop. Ik dacht, dat is misschien fijn om aan te hebben met de bevalling. Dus hij had net iets langer gemogen nog, maar... Fair enough. Dikke toeter. Nou, dat shirt kan in ieder geval dus in de tas. Oh, wacht, dat hemdje kan ik ook wel even passen over mijn hemdje aan. Het is een set van 2. Oh, er zit... Hoe zit dit? Ik heb een maat M gekozen. Dus ik hoop dat het goed is. Hoe zit dit? Er zit zo'n dubbel, een dubbel laagje. Oh ja, dat is prima. Ze zijn wel lang, maar dat is goed. Want deze bandjes kunnen nog korter.
Dus daar kan er ook eentje van in mijn koffer. Zo. En dan heb ik nog een pakketje. Even kijken. Die is van Beauty Fashion More. Nou, wel niet zoals ik het wil. Zijn comfy setjes. Eentje in het olijfgroen en eentje in het zwart. En ik hoop dat het voor mij niet te lang is. Want ik dacht, ja, ik ga het nu even passen, maar misschien pas ik het nu ook wel met buik. Ik doe het gewoon even over mijn legging. Oh nee, is niet te lang. Dag, dat is misschien wel lekker om aan te hebben als je naar huis gaat. Zo'n losvallende broek. Met zo'n blouseje. Een blouseje is natuurlijk ook handig. Met die... hoe zit dit? Met knoopjes. Als je borstvoeding geeft. Dus. Even kijken. Ik zal even weer naar de spiegel gaan. Oh, ik vind het nu eigenlijk ook best leuk. Maar deze zwarte doe ik dus in mijn vluchtkoffer. Dan kan ik dat aan als we naar huis gaan. Hè, die knoopjes makkelijk met de borstvoeding. En die broek. Ja, nu zit die strak. Maar ik dacht, ja, dat valt wat wijder. Dat is misschien wel lekker. Maar hij zit nu natuurlijk ook strak door die buik. Omdat hij daar overheen zit. Kijk. Nice. Op naar de koffer. Dus even de koffer weer openmaken. Kan ik wat dingen erbij in doen. En die olijfgroene heb ik dus ook nog. Die is ook wel leuk, denk ik. Wat een dik pak sneeuw. Kijk dan. Goedemorgen, de wereld is nog steeds wit. En toch ziet dat er wel mooi uit als het een zonnetje schijnt. Maar het is zo koud. En ik ben toe aan voorjaar. Het is 11 maart en er ligt sneeuw. Harley weet niet zo goed wat hij van de sneeuw vindt. Volgens mij vindt hij het allemaal gewoon te koud. Ik ga even douchen en ik weet heel oncharmant dit in Jay's onderbroek. Maar dit is hoe het er na een nacht uitziet. Ik heb de hele nacht met dit hemdje aangeslapen, zoals je wel kunt zien. En ik ga het er nu afhalen. Ik weet gewoon echt niet meer wat ik aan moet. Ik heb nu maar deze broek aan. Met deze trui. Maar ja, dat, zoals je ziet, wil dat ook niet echt. Maar goed. We doen het er maar mee. Is wel lekker warm. Want ik ga even met Harley wandelen. Ik zal even mijn bril opdoen. En dan, ja, ik denk dat ik straks nog wel weer wat anders aan doe. Maar voor nu is dit even prima. Ik ga even was opvouwen, want ik heb echt mega veel was nog om op te vouwen. Eén wasman met handdoeken en dergelijke. Maar ook nog een hele stapel met t-shirts en truien en dat soort spul.
Dus dat ga ik eerst maar even doen. Geen zin in. En die was opvouwen ga ik lekker doen met de verraders. En het is opgevouwen. Note to self. Dat zeg ik elke keer. Meteen de was opvouwen als het droog is. Wat? Laat me gewoon lekker. Wij gaan Cars kijken. En Jay wordt er heel blij van. Goedemorgen. Het is zondag. En dit is wat ik aan heb. Een lekker chill pakkie. Die lekker zo losvalt. Had ik eigenlijk voor na de bevalling gehaald. Maar kan ook prima nu. We moeten straks op verjaardag. En ik ben even begonnen met het maken van de groentesoep. Ook al is het nog ochtend. Maar ja, we moeten vanmiddag dus op verjaardag. En vanavond gaan we op kraamvisite bij Marvin en Marieke. En ik vind soep eigenlijk alleen lekker als dat ook een tijdje op heeft gestaan. Dus daar ben ik alvast mee begonnen. En dan ga ik nu ook even stofzuigen. Even doekje door de wc. Dat soort leuke dingen. Ik ga even dit baby shower boek vullen met de voorspellingen. Het is inmiddels de volgende dag, maar ik ben weer vergeten af te sluiten. We zijn gisteravond nog op kraamvisite geweest. En daarna ben ik lekker mijn bed ingekropen, want ik was kapot. Want het was best wel een drukke dag. Dus bij deze bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei doei!